Nou, in deze master leer je alles over arbeidsvoorwaarden, contractsvormen, rechten en plichten, ontslagrecht, medezeggenschapsrecht, cao-recht, staking en dat soort dingen. Ik denk dat de docenten goed hebben begrepen dat de master een springplank moet zijn naar een passende baan. In twee periodes wordt er een kleine oefenrechtbank georganiseerd, komen professionals langs om onderwijs te geven en wordt er bijvoorbeeld ook wel eens aandacht besteed aan het uitnodigen van alumni die ook deze master hebben gevolgd. Nou, er zijn eigenlijk twee redenen voor dat ik in Maastricht heb willen blijven. Eén, ik vind het niveau in het onderwijs heel goed. Kleine onderwijsgroepen vind ik heel fijn. Je kunt heel interactieve discussies hebben met de medestudenten, maar er is altijd wel een tutor die er is om ervoor te zorgen dat de hele stof goed behandeld is. Daarnaast vind ik het ook de mooiste stad van heel Nederland en ik had hier voor niks weg gewild. Ja, nou, dat is natuurlijk het vakkenpakket, de manier waarop het is samengesteld, maar het is ook vooral kleinschalig, uitdagend en probleemgestuurd onderwijs. En daarbij zoeken we ook naar verbindingen tussen theorie en praktijk met het oog op de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Mijn doel is om advocaat te worden, dus ik wil eerst een advocatenkantoor de begin doorgaan als juridisch medewerker. Maar mijn doel is wel om binnen 3 jaar beëdigd te worden. En dan kun je binnen de track arbeid en gezondheid nog weer een specifiek accent zetten op het terrein van ziekte, reïntegratie, bijstand en werkloosheid. En daarbij maken we steeds de verbinding tussen het arbeidsrecht, het sociaal zekerheidsrecht en het gezondheidsrecht. En dat is een unieke combinatie, dat vind je nergens in het land. Ik zou andere studenten zeker aanraden om deze master te gaan doen, omdat ik er echt van overtuigd ben dat je met deze master eigenlijk een fantastische springplank te pakken hebt op weg naar een mooie carrière.